iedereen, we hebben vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En zoals je vast wel aan de titel hebt kunnen zien, is het weer een nieuwe Budget Toppers. Nou, in deze serie delen wij een aantal hele toffe aanbiedingen die wij hebben gezien. En die een beetje in onze stijl passen, dus die we heel erg tof vonden. We gaan niet alle reclamefolders aan jullie vertellen en alle aanbiedingen, want dat is gewoon... Ja, net is te veel van het goede. En ik wil ook nog even een beetje verheldering geven. Is dat hoe ik het juist zeg? Ja. Want vorige keer waren er een aantal vragen en opmerkingen over bepaalde producten die super goedkoop zijn. En waarom we dan bepaalde andere producten zouden promoten die veel duurder zijn. Nou, in deze video delen wij aanbiedingen die er op dit moment geldig zijn. Dus echt de dealtjes die limited zijn. Dingen die niet altijd standaard in de winkel liggen. En waardoor dus echt een beetje naar de winkel moet rennen. Dus het kan in sommige gevallen zijn dat het misschien niet het allergoedkoopste van het goedkoopste is. Maar wel goedkoper dan normaal. Mocht je ook gewoon nog andere tips hebben voor... producten waar jij heel erg fan van bent, die je voor een goede prijs hebt gevonden. Blijf ook vooral die gewoon in de comments achterlaten, zodat we elkaar allemaal kunnen gaan helpen. En ja, op die manier gewoon altijd geld kunnen besparen. Ja, inderdaad, geld kunnen besparen, een beetje budgetproof kunnen zijn en misschien geld over kunnen houden voor andere leuke dingetjes waar je voor aan het sparen bent. Maar ik hoop in ieder geval dat deze uitleg een beetje wat meer duidelijkheid heeft gekregen over wat Budget Toppers in ieder geval is. En dan denk ik dat we gewoon genoeg hebben gebabbeld in deze intro. Oh, en we hebben leuke toppers weer voor je klaarstaan. Dus blijf vooral kijken. De eerste Budget Topper heeft met beauty te maken. Want bij de Ethos heb je momenteel de tweede de halve prijs op alle L'Oréal producten. Nu moet ik wel eerlijk zijn dat ik volgens mij deze aanbieding ook vorige week heb gezien. Dus ja. Het is al eentje die al eventjes loopt. Dus mocht je hem al gezien hebben, dat kan kloppen. Maar deze willen we graag even uitlichten. Omdat we vooral de foundations van L'Oréal heel erg fijn vinden. Dus de True Match Foundation. We hebben hem in verschillende kleuren. En ik heb hem echt al een hele tijd gebruikt. Echt een top foundation. Echt een hele goede foundation. Hij is zeg maar heel dun. En hij blendt echt super goed in je huid. Ja. En ja, het geeft goede dekking. Maar het ziet er niet uit alsof of je helemaal heel veel make-up op hebt. Dus je bent niet cakey en zo. Dat is ook echt een favoriet van mij. En je hebt hem echt in heel veel kleuren. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. Nou, in de categorie lifestyle komen we ook even uit bij de Ethos. Daar kan je namelijk treinkaartjes halen voor 9,95 per stuk. En dan kan je het hele land door. Nou, we weten hoe duur treinkaartjes zijn tegenwoordig. Dus dat is best wel een goede deal. Als je tenminste het eruit kunt halen. Ja, volgens mij is deze 9,95 wel een van de echt betere deals. Echt goedkoop. Meestal is het volgens mij 13 euro. Dus... en die gaan ook wel echt als een trein. Dus ik denk dat je voor deze ook echt super snel erbij moet zijn. Het rijdt. Volgende topper vind ik ook echt super leuk. Dat zijn namelijk van die hele simpele witte mokken met een zwarte letter erop. Deze hebben we... en ik heb hem ook in deze, een L en een R voor Larissa en voor Ray, zo heet mijn vriend. Deze heb ik van Tara gehad. Dit moet ik wel even zeggen. Dit zijn de echte. Deze zijn van... Danish letters, design letters. Design letters. Design letters. Maar deze zijn dus, ik weet niet eens meer wat ik heb ze vandaag gehad. Hoeveel deze zijn, laten we zo zeggen, ze zijn niet super goedkoop. Okay. En ik heb ze ook in de bijkorf gehaald. Ja, dus dat zegt denk ik al heel wat. Dus als je zegt van, ik vind deze stijl van deze mokken heel erg leuk. Dan heb je geluk, want bij de Quantum zijn ze nu serieus te scoren voor 2 euro per stuk. Nou, bij de Big Bazaar heb je op dit moment een aanbieding voor dit leuke oventje voor maar 20 euro. En dit is dus een soort van grill. En dat is heel erg handig voor als je bijvoorbeeld net op kamers bent gegaan. Want hij neemt heel weinig ruimte in en je kan er gewoon lekker broodjes en dingetjes in bakken. Ja, nou ik ben nu niet meteen, of ik ben nu niet op kamers gegaan, maar ik wilde graag ook zo'n oventje hebben, omdat ik in mijn huishouden, of dat ik bij mij thuis in ieder geval eigenlijk de enige ben die wel eens broodjes afbakt. Voor dit is heel erg fijn als je gewoon zeg maar kleine hoeveelheden dingen wilt afbakken, want dan hoef je niet een hele oven voor te verwarmen. En ik vond dit ook echt wel een goede aanbieding, want hij kost serieus maar 20 euro. En ik denk dat dat echt een super goede deal is. Dus wij gaan zo meteen even lekker broodjes afbakken en kijken hoe goed hij het doet. Nou, ik heb het oventje in het stopcontact gezet en ik heb hem nu even op het aanrecht gezet. Zoals je kan zien staat hij hier echt prima en hij neemt niet heel veel ruimte in. En ik heb er 2 mini pistoletjes in gedaan. En het getik dat je misschien hoort heeft met de timing te maken. En die zit hier. A few moments later. Tada! Ze zien er echt heel goed lekker gebruind uit. Looking good! Dus misschien niet per se een budget topper, maar omdat we deze ook bij de Big Bazaar hadden geshopt, dachten we nou, die gaan we ook gewoon meenemen in deze video. Een muismat met lege print namelijk. Hij kostte maar 1 euro. En misschien denk je, muismat, is dat niet heel erg 1998?
Ja, misschien wel, maar wij het hebben is wel echt handig. Ja, want mijn muis werkt ook niet zo chill meer op het hout. Misschien komt het gewoon door de ongrond. Maar... Precies, en je hout van je bureau, dat wordt een beetje lelijk. Het is voor en het krast een beetje. Dus we gaan gewoon weer back to old school. Dat is totaal geen uitspraak, maar... old school. Ja, muismat. 1 euro maar. En lege printjes altijd goed. Bij de karwei vonden wij een superleuk wandrek. Weer een wandrek. Ja. Letterlijk elke budgetoplaats een wandrek zien, we know. Maar deze is weer net iets anders. Deze is in de vorm van een zeshoek. En hij is wat kleiner, dus hij is ideaal voor als je dus nogmaals weer op kamers bent gaan wonen. Of misschien woon je nog thuis en je hebt gewoon niet zoveel ruimte. Maar je wil wel gewoon dat wandrekje hebben. Deze is echt heel erg schattig en hij kost €10,95. Bij Kawaii. We gaan door naar de Hema, want daar heb je momenteel een superleuk wijnrek. En het ziet er echt uit alsof je deze in de designwinkel kan vinden. Maar hij is gewoon te vinden bij de Hema voor €12. Dus dat is echt een superleuk prijsje. En het staat gewoon heel erg tof in je interieur als je daar een beetje van houdt. En ze hebben daar nog iets anders leuks. Wat er ook een beetje bij past. En dat is een flesopener in de vorm van een palmboom. Gaan we door naar de Lidl. Misschien wist je het nog niet, misschien wist je het wel. Maar Lidl heeft ook echt een webshop waar ze heel veel items verkopen die je bijvoorbeeld niet in de winkel kan vinden. Ja. Ik wist er eerst helemaal niet van, maar het is heel erg leuk om daar gewoon af en toe eventjes rond te kijken. Heb ik ook gedaan en toen kwam ik deze super toffe stoelen tegen. Misschien herken je ze wel, want ik heb ze thuis eigenlijk zelf ook staan. Ik heb ze ook laten zien in mijn house tour trouwens. En deze van de Lidl zijn net ietsje anders. En de originele die zijn, weet ik veel hoe duur, ik heb zelf ook niet de originele, die zijn echt, duur. Een paar honderd per stuk. Mm-hmm. Degene die ik heb, die zijn wat goedkoper, die zijn volgens mij iets van €70 of €80. Maar deze van de Lidl, die zijn al helemaal goedkoop. Deze scoor je namelijk voor €25 per stuk. Ja. En dat zijn wel echt de goedkoopste, dat is wel het goedkoopste prijskaartje die ik heb gezien voor deze stijl stoelen. En ik vind ze er heel erg mooi uitzien. Dus als je van deze stijl houdt en niet zo'n heel groot budget hebt, zou ik zeker eventjes kijken naar deze van de Lidl. Want ja, ik vind het een mooi prijskaartje en een hele leuke topper. Nou, het volgende item dat ik voor jullie heb, vind ik een budget topper. Maar ik ga het niet een aanrader noemen, want dan krijg ik vast allemaal comments overheen. En dat is namelijk Red Bull. Ja, ik weet het is voor mij een soort van guilty pleasure, al zou ik het niet zo heel erg noemen, maar... Ik weet dat het niet goed voor je is, maar mocht je van Red Bull houden, dan is deze budget topper misschien wel heel erg interessant voor jou. Want ze zijn nu namelijk in aanbieding voor twee Red Bull blikjes voor €1,77. En ik heb eventjes op mijn rekenmachine gezeten en dat komt op ongeveer 85 cent per stuk. Nee. Wow. Dat is echt vet goedkoop. Maar dat is wel het goedkoopste wat je ergens ziet. Ja. Het is nog steeds niet goed voor je. Nee, maar echt niet. Als je het dan drinkt, bespaar er dan geld mee en koop dan een extra... Ja, dus wortel, wat het alsnog niet goed precies, maakt. Word alsjeblieft niet boos op me dat ik nu Red Bull in beeld laat zien. Maar mocht je gewoon Red Bull drinken, weten hoeveel je ervan drinkt. Dus niet elke dag alsjeblieft. Dan, en je bent zelf verantwoordelijk genoeg om te weten of je het wel of niet mag drinken. Dan is deze aanbieding misschien interessant voor jou. Maar nogmaals, drink met mate. Bij de Lidl heb je op dit moment allemaal jasjes te koop. En die zijn niet per se super, super, super fashionable. Maar we vinden ze wel heel erg handig. En dat zijn dit soort jasjes. Deze is niet van de Lidl. En ik heb hem niet gekocht bij de Lidl omdat ik dus al zo'n soortgelijk jasje heb. Maar het zijn van die lightweight jasjes. Met van die donsveertjes erin. En die zijn super warm. En Larissa en ik zijn er helemaal fan van. Omdat je dit soort jasjes gewoon... heel goed in de winter en in de herfst ook kan dragen met een ander jasje eroverheen. Want vaak heb je in de herfst van die wat dunnere jasjes. En in de winter heb je dan ineens een hele dikke nodig. Ja. Maar dan kan je dus je herfstjas meenemen naar de winter. En dan draag je er gewoon zo'n jasje onder en dan is het warm genoeg. En je kan hem dus ook helemaal oprollen totdat hij helemaal klein is. En er zit dus ook een zakje bij, ook bij die van Lidl. En dan kan je hem gewoon lekker in je reistas knallen. Als je ergens heen gaat waarvan je weet dat het koud wordt. Maar je hebt gewoon niet zoveel ruimte om echt een hele grote jas mee te nemen. Ja. Dan is deze ook echt ideaal. Deze jas shop je bij de Lidl voor €25. En hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren. En ook in verschillende uitvoeringen. Zo heb je bijvoorbeeld eentje met een capuchon, een zonnecapuchon of met een kraagje. Nou, we blijven bij de supermarktketens. Want bij de Aldi hebben ze nu ook een hele leuke aanbieding. En dat is namelijk... een knock-off Fjallraven tasje voor €4,99. Ja. Echt een super klein prijsje. En mocht je niet weten wat is een Fjallraven, dat is deze tas. Omdat ik dus een echte Fjallraven heb, heb ik niet deze van de Aldi gekocht. Want het zou een beetje dubbelop zijn. Maar die bij de Aldi heeft wel echt hetzelfde ontwerp.
En dat is gewoon echt een super fijn en handig tasje. En het prijsverschil is echt behoorlijk groot, want de echte is 80 euro. Ja. En die andere is dus 5 euro. Ja. Maar het grote verschil zit hem er denk ik wel in. We weten het niet 100% zeker hoor. Maar dat de Fjallraven is een duurzame gerecyclede tas. En op een duurzame manier gemaakt. En die van Aldi is denk ik niet van gerecycled materiaal. Maar mocht je iets hebben van... Ja, ik heb gewoon niet het budget voor deze tas. En ik wil toch die look hebben. Dan is deze budgettoppert wel heel erg interessant voor je. Want het is wel echt super goedkoop. Het scheelt heel veel geld. En het model van de tas is gewoon heel erg fijn. Wees er snel bij. Want al deze budgettoppers aanbiedingen zijn allemaal tijdelijk. Dus ren naar de winkel als je iets hebt gezien wat we net hebben gedeeld. Waarvan je denkt, dat moet ik hebben. Mm-hmm. En wat ik ook nog even wil meegeven. Is dat het geld dat je bespaart door sommige van deze aanbiedingen te halen. Stop die lekker in een potje. En ga lekker sparen voor iets wat je heel graag wil hebben. Of misschien ga je wel binnenkort op reis. Komt ook nog eens kerst aan. Want dat is ook een beetje het idee van deze hele serie. Is dat je dus geld kunt besparen en sparen. Zodat je meer over hebt voor andere leuke dingetjes. Ja. Nou, willen jullie heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze aflevering van Budget Toppers. Vergeet hem zeker niet een duim omhoog te geven als je hem leuk vond. En laat eens eventjes weten in de comments van welke van deze Budget Toppers jij het meest enthousiast wordt. En waar je misschien wel voor naar de winkels gaat rennen. En dan wens ik je een hele fijne dag toe. En dan zien we het snel weer in de volgende video. Doei! Doei.